Hallo allemaal, een hele goede middag. Wat gaan we vandaag doen? Ik heb bedacht een zomer tiramisu maken. En dat is niet met koffie, maar wel met mascarpone. En met aardbeien frambozen doe ik. Kan je ook wat anders doen. Lekker met vruchten is dat dus. Officieel. Maar ja, wat is officieel? Het is al geen officiële tiramisu. Maar wat mensen vaak doen bij deze tiramisu is limoncello op de lange vingers. Maar die hebben we even op. Oh. Shout-out naar Dieneke. Oh ja. Hij kijkt nooit, maar die maakt onze limoncello. Lekker. Ik heb wel nog een beetje madeira in huis. Maar kan en dat doe ik dus op de cake. Want ik heb ook geen lange vingers. Die hadden ze niet bij de Lidl. Maar cake is eigenlijk... Kleine handjes. Eigenlijk is cake nog lekkerder, vind ik eerlijk gezegd. Wel zwaarder, maar... Hey. Dat is logisch, hè? Is dit natte cake? Nee. Dat is net als van... Dat is gewoon niet gaar, vind ik vies. Oh. Ik dacht dat het gewoon de naam was. Dit is gewoon het betere metselwerk, zeg maar. Dan maak je het zo helemaal... Dat de hele bodem bedekt is. En dan ga je het overgieten met... Madeira of limoncello. Of een ander likeurtje als je dat lekker vindt. Niet met koffie dus, zoals de gewone. Dat past niet bij deze smaak. Als je geen... likeur wilt, kun je ook een beetje jam afslappen of wat limonadesiroop doen. Als je die cake maar ergens mee doordrinkt. Dat is het voornaamste. En dan had ik dus, jongens en meisjes, voor mijn verjaardag custard gemaakt. Een keer niet uit een pak, want het is heel makkelijk en het smaakt op zich ook prima, maar met de hand. Is wel goed gelukt. Ik had een echt vanillestokje erdoor, maar hij is een beetje aan de dunne kant. En bovendien is hij niet opgegaan. Dus ik dacht, wat kan ik daar nou eens mee? Ja, zo met tiramisu. Want ik had nog een halve bak mascarpone. En met die custard samen is het dan wel weer genoeg. Maar als jullie geen custard willen maken of je vindt dat niet lekker, dan neem je gewoon twee eidooiers. Zoals bij de gewone tiramisu. Daar heb ik ook een vlog van opgenomen. Dat kan je zo opzoeken. En ik doe dus nu dit. En waarschijnlijk is het dan ook gelijk zoet genoeg. Maar mocht dat niet zo zijn, dan moet je natuurlijk... En dikker, denk ik, hè? Nu. Ja, nu komt hij, wordt hij dikker. Want die mascarpone is natuurlijk echt dik. En dan moet je zoeten een beetje naar smaak. Wij zijn niet zo van de hele zoete. Maar misschien jij wel. Dan doe je gewoon wat meer suiker erin. Dat maakt allemaal niet uit. Wat zit er in die andere bak? Slagroom. Slagroom. Oh, ja. Officieel doen de Italianen dat niet. Maar ik doe wel, ja, bij de gewone tiramisu doe ik dat ook altijd. Toch een laag slagroom erbovenop. Dus eerst die laag met die eieren. Nu custard normaal. Nou, eieren. Het voordeel is met die custard, die is ook gaar. Dus zwangeren kunnen dit ook eten. En met rauwe eieren mag je nooit... Ja, is dat wat moeilijk. Eten als je zwanger bent. Dus eigenlijk gewoon, je hebt een tiramisu voor oude mensen en een tiramisu voor jonge mensen. Ja, nou ja. Ik heb 3 kinderen gekregen en al die dingen wisten wij niet, die deden we toch gewoon. Ja. Maar ik wil die discussie niet aangaan. Tegenwoordig is dat heel strikt. Maar deze is daar dus geschikt voor. Dus of je nou custard uit een pakje neemt of je maakt het zelf, dan kan je hem heel goed voor deze tiramisu gebruiken. Oh, dit is spierwerk, jongen. Mascarpone. Ik zie het. Strong woman. Maar het lukt. Dan kip je hem er gewoon overheen. Zie je dat hij nu veel dikker is? Maak je geen zorgen om een klein klontje. Daar proef je straks niets meer van. Even een beetje uitspreiden. Het is wel leuk als er 2 laagjes blijven. Het proeft echt heel verschillend. Oké. Okay. Ziet eruit als een bedje. Ja, hè? Nou. Daar zou ik natuurlijk iets op kunnen zeggen. Ligt heel lekker, denk ik. Een leuk restaurant. Nieuw restaurant heet zo. Oh, een bedje. Wat je nu zou kunnen doen is wat vruchten ertussen. Nou, lijkt me wel leuk.
Lijkt je dat leuker? Ja. Je kunt ook alleen de vruchten bovenop doen. Maar oké, okay, dan doen we de vruchten... ertussen, dat is een verrassing. Ja, dan doen we wat aardbeien ertussen. Ik vind, frambozen is een kwetsbaar vruchtje, dat doen we niet ertussen. Dan gaan ze helemaal kapot. Dat vind ik niet leuk. Hollandse aardbeien van de Lidl, niet duur en super lekker. Ik moet eerlijk zeggen, ze hebben die prijs niet voor niks gewonnen. Ze zijn echt veel lekkerder, veel zoeter dan wat ik bij de andere kocht. Slagroom ook over. Goed zijn voor een mens. Nee, dat weet je. Zo'n toetje. Het is wel lichter dan de gewone. Dat is voor twee personen. Op de een of andere manier door... Nee. Minimaal voor vier. Oh. En als je een beetje over hebt... Jongens, dat is altijd zo met dit soort toetjes. Die worden alleen maar lekkerder. Kun je gewoon bewaren in de koeling. Nou, en dan doen we nog een laagje fruit erop. En nu doe ik ook de framboos. Poeh, is jammer dat je meeneemt. Ja, hè? Ja. Ik ga namelijk weer koken in Linsen. Voor de patiënt. Het gaat heel goed met haar. Dank voor alle goede wensen. Ik vind ze heel leuk. Ze is nu weer naar de gipskamer om echt gips erin om te krijgen. Dus dan kan ze wat meer. Maar ik ga toch nog even koken. Dus, en wat je nu zou kunnen doen als je deze vruchten hier opgelegd hebt. Dan kun je een beetje poedersuiker erop doen. Of aflakken met een beetje jam. Dat ze allemaal gaan glimmen. En je kunt ook niks doen natuurlijk. Ik moet hem meenemen, dus ik ga nu even zo laten. Want anders... Je kan niet een heel klein stukje weer terugbrengen, zou ik maar zeggen. Dat kan hoor. Dat zou leuk zijn. Ook zeker doen voor jou. Maar als ik dat nu doe, dan kom ik daar een beetje bij. Nee, dat begrijp ik. Maar dan heb ik iets op de vreugde voor vanavond, hè? Ja, dat is waar, schatje. Nee, zo vind ik het goed. Je moet op een gegeven moment ook niet overdrijven. Het is leuk om die laag daar nog tussendoor te zien. Dat past heel goed bij je shirt. Nou, heb ik niet eens zo bedacht. Dit is de zomer tiramisu. Ik hoop dat jullie het een keer gaan maken. Je maakt een mega indruk mee met een etentje of na een barbecue. En het is echt niet moeilijk. Dus. Ik dacht dat die gele vrucht ook nog op kant was. Nee. Oh. Doen we weer wat anders mee. Smoothie maken. Bedankt voor het kijken. Heel graag tot de volgende keer. Ben ik nog iets vergeten? Moeten we nog iets bijzonders zeggen? Geen To Go nog steeds niet. Ik krijg wel allemaal mailtjes van To Go. Wilt u weer kopen? Maar ja, het valt echt niet mee momenteel. Hier althans niet. Maar ik ga mijn best doen om dat nog een keertje weer op de voor elkaar te krijgen. Blijf gezond allemaal. En tot de volgende keer. Oké. Okay.